Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk om je hier te ontmoeten bij Sistermeet, Utrecht Centraal Station, voor een podcast Professionals in Dialoog over professionals die de dialoog als werkvorm gebruiken en die met elkaar in dialoog gaan over een ontwikkelthema, nou, wat we zo allemaal op persoonlijk en professioneel vlak kunnen tegenkomen. En het thema van vandaag is de kracht van kwetsbaarheid. Ja, nou, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk. Graag gedaan. Dan begin ik graag met jou voor het introduceren. Wij kennen elkaar van de trainingsopleiding van Phoenix Opleidingen hier in Utrecht. Daar hebben we een aantal maanden een hele mooie reis samen gemaakt en sindsdien contact gehouden. Jij bent de oprichter van Solpay. En met Solpay, daarmee begeleid je mensen met het verbeelden van mogelijkheden, het doorbreken van patronen en het versnellen van ontwikkelingen. En je werkt al heel lang als dramatherapeut, als improvisatieactrice en als trainer. En zo geef je onder meer voorstellingen voor organisaties om, zeg maar, de onzichtbare bewegingen in een organisatie zichtbaar te maken. En je geeft ook trainingen in Solpay voor professionals die, ja, zo even op een kruispunt komen in hun leven en hun werk. Nou, daarmee aan de slag te gaan. En je geeft ook trainingen aan organisaties en teams over het onderwerp de kracht van kwetsbaarheid. En dat is eigenlijk ook het thema waar we vandaag over in gesprek gaan. Ja, nou mooi, dankjewel. Zal ik jou ook even introduceren? Dankjewel. Pak ik ook even een papiertje bij. Jij bent Marcel den Hartog, van de oprichter van Icemi. En jij bent voor mensen die willen doorgroeien op het gebied van professionele communicatie en leiderschap. En dat kan zowel de professional zijn die de carrière wil maken, als de leidinggevende die het beste uit zijn team wil halen. En dat doe je door in gesprek te gaan en de ruimte in het verhaal te ontdekken. En van daaruit maak jij een leerervaring op maat. En vooral een leerervaring waarbij mensen hun eigen meesterschap kunnen vormgeven. Ja. En dat betekent eigenlijk vooral dat ze vanuit hun eigenheid wat kunnen toevoegen aan de organisatie of aan hun vakgebied, waardoor ze zowel autonomer worden als meer in verbinding met de organisatie staan, zodat je eigenlijk het beste resultaat kan krijgen, het beste zowel voor de persoon zelf als voor de organisatie. Precies, dat is hem. Ja. Ja, dankjewel. Ja. Ja, en dan zo het onderwerp van vanmorgen, de kracht van kwetsbaarheid. En de afgelopen dagen was ik daar sowieso over aan het nadenken van, goh, waar ben ik dat nou tegengekomen in mijn leven? En toen kwam ik op een gegeven moment bij een foto terecht. Ik zal hem even voor de camera houden. En dit is een foto die genomen is in 2005 bij mijn ouders in de tuin. En in mijn handen heb ik Daisy, nog als een pup. En mijn ouders hadden haar als zwerfhondje gevonden in Griekenland tijdens de vakantie. Ja, en mee teruggenomen. Ja. Met het vliegtuig. En ja, wij hadden al een Labrador, wat ouder. En ik ben me in de loop van de jaren gaan realiseren hoeveel ik eigenlijk van haar geleerd heb. En hoe bijzonder dat was dat die Labrador eigenlijk al vanaf het eerste moment die pup eigenlijk meteen in heeft gesloten. En als dat een tweede moeder is geworden.
En ik kan me zo voorstellen dat dat voor haar ook best wel kwetsbaar is geweest soms. Want zeker toen ze nog het eerste jaar in Londen was, ja, overlevende pup, dan hadden we twee van die eetbakken honden. Nou, dan mochten ze eten en die kleine die had meteen alle twee de bakken. Ik moet overleven, eten. Eten, Ik ja. weet niet wanneer het volgende bordje komt. En dan stond Baloo, de Labrador, die stond daar zo rustig bij. Nou, begrijp van wat er gebeurt en laat maar gaan. En er waren ook wel momenten dat ze op een hele liefdevolle manier toch wel even aangaf: ja, maar zo doen we dat ook wel hier. En tegelijkertijd, ja, nodigden ze die pup ook uit om te spelen, te verkennen. En was ook heel erg beschermend voor haar, zeker tegen andere honden die daar wat agressiever naar waren. En ook het bijzondere toen ze oud werd en op een gegeven moment op 14-jarige leeftijd ziek werd. Ze kreeg een vorm van kanker. We hebben het toen laten opnemen hier in Utrecht bij het Universitair Centrum voor Dierengeneeskunde. Maar op een gegeven moment vertelden ze van ja, we kunnen gewoon helaas niet veel meer doen. En wij hadden als gezin zo het gevoel van nou, volgens mij vindt ze het dan wel fijn om terug naar ons toe te komen. Dus we hebben haar toen opgehaald en de dierenarts laten komen. En ik vond het zo bijzonder dat Baloo nam van beide ouders, van mij en van mijn broer, nam ze afscheid. Heel rustig kwam ze eveneens maar langs. En ze liep zo zelf naar de dierenarts toe en ging liggen. Want ze wist al van, nou, dit is het Het is moment dat mijn ik, tijd. ja, het is Ik mijn kan tijd gaan. en het is goed. En dat is, nou, dat is denk ik wel heel bijzonder. Ja. En hoe is het voor jou een voorbeeld van de kracht van kwetsbaarheid? Nou, het vermogen wat ik in haar zag, van bedoel, om vanuit een natuurlijke beweging steeds voluit in het leven te gaan staan. Dus of het nou was die jonge pup die erbij kwam, of een nieuw avontuur, want het was een retriever, dus ze hield ook van water. Dus dat ging ze ook volledig aan, tot het beschermen, tot het zeg maar uiteindelijk overgaan naar zo'n grote transitie. Hoe ze dat toch vanuit die natuurlijke beweging in verbinding kon doen. Ja, Daar dus echt ontmoet het ik. erkennen van alles wat er is. Ja. Daar ontmoet ik echt een voorbeeld van. Oh ja, dus daar gaat het om voor mij dan als het thema kwetsbaarheid. Mooi. Hoe is dat voor jou, Marike? Heb je Ja, ook ik een zat beeld van ook het? zo even te bezinnen op een beeld. En ik moest denken aan het beeld van de zwaan en het lelijke eendje. Dat is ook een beeld wat echt wel meegereisd heeft, ook door de opleiding bij Phoenix voor mij. Ik kwam ergens op een gegeven moment een keer dat beeld van die zwaan tegen. En toen vervolgens in het personage van de zwaan stapte, voelde ik eigenlijk zelf van, wow, ik zit wel in het personage van de zwaan, maar ik voel me eigenlijk een klein lelijk eendje. En ik herken die beide kanten heel erg goed ook in mezelf. Ik heb heel lang het gevoel gehad dat ik moest kiezen van of ik ben groot of ik ben klein. En nou ja, zeker ook tijdens de opleiding van Phoenix is dat steeds meer bij elkaar gekomen. Maar eigenlijk sowieso is, nou, als ik even het kleine lelijke eendje als het kwetsbare zie. Dat heeft heel lang, had ik daar ook echt een hekel aan als ik me klein voelde en dat moest weg. Terwijl ik eigenlijk steeds meer geleerd heb, is hoe meer dat het kwetsbare of het kleine er ook mag zijn, eigenlijk hoe dat ik daar eigenlijk krachtiger van word. Dus dat ik beter groot kan zijn of groot kan zijn in proportie als het kleine er ook bij is. Mooi. Dus, en dat is denk ik ook wel de kracht van kwetsbaarheid. Dat als je je kwetsbaarheid toe kan laten, dat het je kracht geeft in plaats van dat het je te Beperkt, kwetsbaar ja. maakt, waar we vaak bang voor zijn. Mooi, mooi gehoord. Ja. Mooi. En ik denk ook, ja, ik herken het ook heel erg vanuit mijn gezin van herkomst. Van,
waar ik zeker toen ik klein was heel erg ook opgevoed ben, dat gevoelens mochten er eigenlijk niet zijn. Vooral niet vervelende gevoelens. Gewoon je lief en aardig zijn. Ja. En de rest eronder houden. Ik kom ook uit echt een hoofdgezin. Hoor. En daar zat ik dan als gevoelskind in. Dus bij mij is heel veel van die gevoelens zijn zo onderdrukt geweest. Ik heb, op een gegeven moment ben ik een aantal stilte-retraites gaan doen. Ja. Een van de eerste dingen die ik leerde in zo'n stilte-retraite was... er is wat er is en het hoeft niet weg. Mooi. Er is wat er is en het hoeft niet weg. En dat was voor mij zo'n openbaring. Of om al die gevoelens die ik maar de hele tijd probeerde eronder te houden of niet te hebben. En die dan juist weer boven komen. Ze blijven er ook moeilijk onder. Om die te gaan erkennen. Want ja, dit is wat er is. En het hoeft niet anders te zijn. En dan kun je dus echt zijn. Ja. Dan hoef je je niet anders voor te doen dan wat je bent. Ja. En daar gaat het voor mij denk ik ook echt over. Mooi. En ik resoneer er wel over. Inderdaad, wat het dan bij mij raakt. Zo van als je dan zegt van... Goh, er is wat er is en het hoeft niet weg. Dat ik dan bij de natuurlijke beweging kan komen. Ja. Ja. En hoe herken jij het uit je gezin van herkomst of van vroeger? Ja, nou, wat bij me bovenkomt is van vroeger dat ik tussen mijn ongeveer mijn 17e en mijn 14e jaar heb ik met enige regelmaat te maken gehad met pesten, met geweld. En ik merk dat ik er, waar ik nog vroeger, wat ik ook terug hoorde van familie, van mijn ouders, was ik eigenlijk een heel spontane spring in het veld. Koppeltje duikelen en dat ding. Die ook in de training heb gezien. Ja. Maar ja, was ik heel open. En nou ja, met die ervaringen heb ik gemerkt van... Goh, ik heb eigenlijk emotioneel een muur om me heen gebouwd. Om maar de angst om gekwetst te worden. Omdat het zo pijnlijk op een gegeven moment in ieder geval een ervaring kan zijn. Nou, en ik heb wel ervaren dat het voor mij best een weg is geweest om die muur eigenlijk stukje bij beetje weer af te bouwen. En nou, wat bij mij geholpen heeft, zijn een aantal goede vrienden, mentoren. En dan noem ik even Bindend Halbersma, en dat was een oude martial arts leraar van me, met zijn rechterhand Paul. Maar ook opleidingen van Phoenix hebben me door de jaren heen geholpen om toch weer, ook dan in een groep, hè, waar ik bij Bindend en Paul eerst meestal na de training was, hier in Utrecht van nadrinken. Dan in Phoenix dan een groep van 24, 26 mensen. Ja. Ja, en dan naar voren komen. Ja, dat is zo de weg. Dus ik heb daar wat stappen in gezet. En het is ook het thema wat nog wel langskomt, maar ik af en toe nog aan mag werken in mijn professionaliteit. Ja. Zo mooi dat je dat zegt, zo, ook zo eerst voor jezelf en daarna in de groep. Ja. Als je, Brené Brown heeft veel geschreven over de kracht van kwetsbaarheid. Zij schrijft ook zo mooi in haar boek dat kwetsbaarheid gaat niet over alles maar op tafel leggen of alles er maar uitgooien. Hè? Eigenlijk juist niet. Het gaat veel meer over wat kwetsbaar is. Eerst voor jezelf verwerken of in kleine kringen. Eigenlijk pas op het moment dat je je niet meer te kwetsbaar over voelt, kan je ervoor kiezen om het ook te delen op een andere plek waar het mogelijk dienend kan zijn. En dat kan in een hulpverlenende relatie zijn of als trainer. Ja. En ook dat je dingen van jezelf inbrengt. Mooi. Ja. Dus ik zie diezelfde beweging. Ja, en die... dan komt bij mij een model inderdaad boven... wat Bindert me jaren geleden uitlegde. En die tekende dan zo. En dan waren we hier op een... Op een, wat heet het nog, King Arthur, het heet nu anders op de Oude Gracht. Dat tekende hij ook een bierfilm, eigenlijk drie cirkels. Ja. Hij zei, kijk, die binnenste cirkel, hij zegt, dat is je heilige ruimte. Hmm. Zeg, dat is een ruimte, legde hij uit. Zeg, dat is
waar je voor jezelf de tijd en de ruimte mag nemen om betekenis te geven aan je ervaringen. Ja, dat te doorwerken op je eigen manier. Ja. En vervolgens heb je die tweede cirkel. En daar staan een beperkt aantal mensen staan erin. Je partner en een paar goede vrienden. Mensen die je eigenlijk dag en nacht kunnen bellen. Jij bent er voor hun en hun zijn er voor jou. En het zijn een beperkt aantal, simpelweg omdat het gewoon investering, tijd kost om dat soort relaties op te bouwen en te onderhouden. Nou, en dan heb je die derde cirkel, wat eigenlijk je bredere netwerk is. En dat kan natuurlijk ook weer onderverdeeld zijn. En dat is wat, nou, wat fluïde. Dat kan een beetje bewegen door de tijd heen met hoe je leven loopt en wat voor projecten je doet en wie er dan weer op je weg komt. Ja, nou, hij legde dat zo, dus nu jij dat zo vertelde, van goh, als je dat in een kleine cirkel hebt gedeeld, dan kun je dat inbrengen. Ik denk, ah, dan komt eigenlijk dat model van binnen, komt weer boven, mooi. Ja, dat is mooi. En dat zijn inderdaad eigenlijk diezelfde, dat is eigenlijk dezelfde beweging. Ja. En ik moet er daardoor ook ineens aan denken, daar heeft Brené Brown ook over geschreven, over schaamte, want voor onze kwetsbaarheid schamen we ons soms ook, zeker voor de te kwetsbaren. En als je die, als je die eigenlijk zo voor jezelf houdt, in die heilige, natuurlijk moet je hem daar misschien wel iets van verwerken, maar die schaamte heeft het ook zo nodig om in het licht gebracht te worden, om gedeeld te worden. Ja. Maar die kan niet meteen in het grote. Maar zij zegt ook zo, als er schaamte komt, bel iemand op die je dag en nacht kan bellen. En vertel daarover, want dan brokkelt schaamte af. Zeg maar als het gedeeld kan worden met iemand die daar empathie van heeft. Ik kan zeggen, oh, wat pijnlijk voor je. Of oh, zonder het te veroordelen. Ja. En dat heeft die kwetsbaarheid soms ook zo nodig. Ja. Om eerst zo te kunnen helen in die kleinere kring. Ja. Wauw. Mooi dat je dat vertelt. Ja. Schaamte. En ik vind het wel mooi wat jij net ook vertelde van dat je zo gepest bent en daardoor een soort muur hebt opgebouwd. Ja. Die herken ik bij veel mensen, ook als het gaat over je kwetsbaar opstellen, dat we vaak in onze jeugd dingen hebben meegemaakt of dingen zijn tegengekomen die te kwetsbaar of die pijn deden, waar we onszelf voor zijn gaan beschermen. Ja. Dus er zijn een soort beschermingsmechanismes overheen gekomen. En in de training noem ik dat vaak, je probeert onkwetsbaar te zijn. En niemand is onkwetsbaar, maar we proberen het soms wel. Om ons niet te laten raken, ons af te schermen, om alles wat pijn doet buiten ons te houden. Ja, onder controle te houden. Perfect. Onder controle te houden. Er zijn allerlei manieren voor hoe we dat kunnen doen. Maar je kan alles in je hoofd gaan oplossen en rationaliseren. Je kan alles relativeren. Er zijn altijd mensen die het erger hebben. Je kan overal grappen over gaan maken om alles maar vooral weg te lachen. Je kan je zakelijk opstellen. Je kan het gewoon helemaal uit de weg gaan. Zo allerlei manieren hoe je kan proberen jezelf onkwetsbaar te maken. Je moet ook ineens denken aan, dat heeft eigenlijk ook iets heel kinderlijks, maar dat verlangen om onkwetsbaar te zijn. Ja. Ik moet daardoor ook aan superhelden denken. En die ook zo, die hebben echt een onkwetsbaarheid. Of een, ja, en dan hebben ze toch iedere keer, hey, Superman heeft het kryptoniet. En ook de Marvel-helden hebben toch ergens iets. Ja, we hebben allemaal een Achilles. Achilles viel ergens waar ze toch te raken zijn. Niemand is onkwetsbaar. Nee. Maar waar ik in de training vaak op meewerk is zicht krijgen op waar je je onkwetsbaar probeert te maken. En die gaat heel vaak over in, maar als je heel lang probeert onkwetsbaar te zijn, word je ergens op een gegeven moment te kwetsbaar. Ja. De meeste mensen herkennen die wel met irritatie. Dus je probeert irritatie niet te voelen, maar die kun je er zo onder houden. En dan denk ik, ik ben niet geïrriteerd. Nee, ik ben professioneel. Ja. Ik kan nog een stuk. En dan ergens komt je er mee. En dan is dus je vanuit die
Onkwetsbaarheid komt heel vaak in de te kwetsbare ja. kant. Dat kan met irritatie, maar dat kan met allerlei gevoelens Ja. waar we eronder proberen te halen. Knalt die er ergens uit? Nee, dat is een beetje het mechanisme hoe je soms zo heen en weer kan gaan van onkwetsbaar naar te kwetsbaar. Dan voel je weer te kwetsbaar. Ja, dit wil ik ook niet. Dus laat ik maar weer proberen om mezelf hier te beschermen, om het eronder te houden. Zo kan die heel lang heen en weer gaan. Ja, mooi. En om eruit te stappen, kom je in de krachtige kwetsbare kant. Ja, maar dat vertelde jij zo ook in het voorgesprek. Hè? Dan zoek je zo dat midden van dat krachtig kwetsbaar. Ja, want waar je in onkwetsbaar eigenlijk afgesloten bent, op een gevoel, wordt in te kwetsbaar helemaal overgenomen door het gevoel. Ja. Terwijl het krachtig kwetsbaar gaat veel meer over het herkennen van het gevoel. Eigenlijk wat ik in die meditatie ook zeg, van er is wat er is, het hoeft niet weg. Precies. Dus het erkennen van wat er is. En dan is het wel belangrijk dat je dat zelf ook kan beschermen. Ja. Dat, als ik iets kwetsbaars tegen jou vertel en jij gaat daar overheen. Ik gebruik dit ook veel in trainingen voor zorgprofessionals. Mm-hmm. Dat doe ik samen met Dick Ruwaard. Daar gaat het ook heel erg over grensoverschrijdend gedrag. En waar je ook die kwetsbaarheid bij kan gebruiken. Oh, wauw. Dat is interessant, want dat is dan nog even een stap verder. Als je praat over grensoverschrijdend gedrag. Ja. Hoe zou je daar eens wat over? Hoe gebruiken jullie dan dus, jij en jouw collega? Ja, dat is eigenlijk veel meer ook het aangeven van wat er bij jezelf gebeurt. Om ook als een soort spiegel voor die ander te zijn. Dus waar je, waar iemand zich mogelijk, we gebruiken dit veel in de GGZ, dus in de geestelijke gezondheidszorg. Waar sommige mensen ook niet altijd bewust van zijn van wat ze doen. Of ze zijn zich er wel bewust van, maar daar kom je dan achter. Ja. Door eigenlijk ook de grens aan te geven met ook je eigen gevoel erbij. Ja. Dus waar iemand, dus bijvoorbeeld zou dan kunnen zeggen van heb in de gaten dat als jij mij zo strak aankijkt dat ik daar bang van word. Ja, is goed. Is dat je bedoeling? En je zou me nog meer als grens kunnen stellen. Zeg, hey, zie dat je mij heel strak aankijkt. Ik word daar heel onrustig van. Ik wil dat je daarmee stopt. Ja. Dus hij kan of als vraag of meer als grens. En eigenlijk kom ik er dan achter of jij door hebt wat je aan het doen bent. Of dat je het bewust doet. Wauw, mooi. En als je het, als je het niet door hebt, dan kan het heel vaak, doordat ik open, kan jij jezelf ik ook open. Ik moet open, want ik heb een moment van bewustwording. Van, oh, wacht even. Oh, dat gebeurt. Dat was zo, ja. Ja, dat was niet de bedoeling. Nee. Dus dat is het mooie van je kwetsbaar opstellen. Dat het vaak de ander ook ruimte geeft om zich kwetsbaar op te stellen. En waar iemand erop uit is om je... je te kwetsbaar te laten voelen. Dan wordt die intentie ook helder. Ja, ja en dan moet je hem wel kunnen begrenzen. Ja. Is het wel of je stopt of ik ga weg. Mooi. Dus je moet wel weg kunnen. Ja. Mooi, ja. Dat is zo het benoemen van wat er gebeurt. En mooi is een vraag, hè, dat je het en kunt benoemen en de grens aan kunt geven. Nou, dan kan het bij mij eigenlijk ook wel... Dat ik denk, jij vertelde dat over een GGZ-instelling, training waar je doet. Dat ik dat zelf eigenlijk ook wel eens ervaren heb in een training. Dus een aantal jaar geleden dat ik een training mocht geven voor een machinefabriek. En nou, daar speelde eigenlijk wat tussen het management en de bepaalde afdeling. En ik begon met die training. En we waren met een voorstel onder bezig. En ik was in gesprek met één deelnemer. Toen begon een andere deelnemer die onderbrak ons. Ja. En hij zei van, ga jij maar weg met jouw verhaal. En wij doen er toch niet mee. Zo. En qua non-verbaal draaide hij het er ook echt letterlijk om in zijn stoel. En ik probeerde nog even een keer met hem in gesprek te komen van, goh, hè, wat gebeurt er nu? En wil je daar wat over delen? Nou, dat hij bleef met zijn rug naar me toe zitten. Dus toen heb ik hem uit de training gestuurd, eigenlijk vanuit een gevoelsmatige beweging. Nou, daar reageerde de groep op.
En toen had ik wel een moment van reflectie, bewustzijn in het moment dat ik bedacht van, oh Marcel, dan heb je nog één kans. Dan moet ik me heel kwetsbaar opstellen. Dus ik heb mijn laptop dicht gedaan en ben ik in gesprek gegaan. Dat ging in het Ja. begin echt even hart tegen hart. Zo. Waarbij ik een aantal keren benoemd heb van, goh, ik wil echt graag begrijpen wat hier speelt. Ja. En tegelijkertijd, ik ben hier om een training te geven. Ik accepteer niet dat dat wordt ondermijnd. Nou, zo zijn we Mooi. een uur met elkaar in gesprek geweest, de vis op tafel gelegd. Wat eigenlijk voortkwam uit een hoop oud zeer, een hoop wat er nog speelde, wat niet geuit is. En nou ja, na een uur was iedereen bereid om wel mee te doen met de trainingen en met vervolgsessies. En het was een ochtendsessie. En we hadden aan het einde van de ochtend een evaluatie. Ja, en toen deelden ze met van ja, Marcel, eigenlijk hadden we van tevoren afgesproken met elkaar om jou te razen te nemen. Oh. Maar ja, het is Is uiteindelijk niet is het gelukt. nee. En sterker nog, zeiden we ja, het is het beste gesprek geworden dat we in jaren op ons werk hebben gehad. En ja, als we zo konden trainen, dan zullen we er nog wel een paar hebben. Nou, en ik heb Ja. ja, nog een aantal jaren heel leuk met dat team, maar ook met die organisatie samengewerkt. Want die stonden er gelukkig ook voor open. En Ja. dat is uiteindelijk heel. Het was wel even heel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Want dat, ja, zeker met de achtergrond van gepest worden, dan Ja. gebeurt er van alles in mijn lichaam. Dan is de adrenaline, dan Ja. gaan mijn handen gaan trillen. Ja. Ja, en het brengt me dan ook gewoon weer wat. Ja. Als ik dat in relatie dan toch dat gesprek aan kan gaan. Ja. Ja, heel mooi. Je ziet ook echt dat doordat je jezelf opent, er dus ook opening in die groep komt. En dat er eigenlijk naar boven kan komen wat er echt speelt. In plaats van dat je een soort van in de inhoud over andere dingen aan het hebben bent dan wat er hier gebeurt. Dat is zo mooi als je die boven tafel kan brengen. En hoe is dat voor jou, Maaike? Want je vertelde dus over trainingen die je doet bij de GGZ. Heb jij, is er nog zo'n ander voorbeeld bij jou bovenkomt waarin je dit tegenkomt of bent tegengekomen in je werk? Nou, ik moet eigenlijk nu meer denken aan waar het niet zo werkte. Ik heb zelf in een team gezeten, toen ik nog als dramatherapeut aan het werk was. Maar wat eigenlijk een heel, in mijn woorden nu, heel onkwetsbaar team was. Waar het, en eigenlijk een veel te kwetsbaar team, waar iedereen heel erg ieder voor zich werkte. Werkte met mensen met zware trauma's, dus dat was best wel pittig. En waar iedereen eigenlijk heel grenzeloos aan het werk was voor alles voor de cliënt. En wij zijn niet belangrijk. Ik kwam daar als jonge dramatherapeut in dat team. En ik had op een gegeven moment zoiets van, ja, dit klopt volgens mij gewoon niet. En ook als je met trauma's werkt, is ook over bekend hoe belangrijk het is om daarin ook over te delen. En omdat je anders ook secundair getraumatiseerd kan worden. Dus ik bracht dat op een gegeven moment in het team van, hey, ik vind het belangrijk dat we meer samen gaan werken. Ik vind het belangrijk dat we meer gaan delen met elkaar. Nou, daar was niemand het mee eens, want dat was helemaal niet nodig. Was zonde van de tijd. Die tijd was voor de cliënten bedoeld en niet voor ons. En het enige wat ik na afloop nog kreeg was, waren twee mensen die naar me toe kwamen en die zeiden: meisje, als jij een keer wat kwijt moet, mijn deur staat altijd voor je open. En dat ik me zo weggezet voelde, maar dat ik inmiddels dus ook kan begrijpen van als je zelfs met krachtig kwetsbaarheid in een team komt dat onkwetsbaar is, dan word je heel snel als te kwetsbaar weggezet. En dat, ja, daar is moeilijk tegen op te Ja, boksen. inderdaad. Met je ontmoet Dus gewoon eigenlijk de overdracht, en dat zie je allemaal in dat woord meisje, wat ze dan in de verkleinwoord wordt dan, nou, die overdracht wordt dan in de relatie gebracht. En ik denk inderdaad ook, het is heel vaak ook onze angst om te kwetsbaar te zijn, waardoor we ook niet krachtig kwetsbaar worden. Omdat Ja, we want bang anders ga je zijn om, wegstoppen in plaats van het ja, in ruimte plaats te van te laten. erkennen en het ruimte te geven.
Maar het is dus ook precair. Maar want als het niet wordt aangenomen, dan doet het pijn. Ja, dan doet het eigenlijk extra pijn, ja. Maar omdat je al open staat. Ja. En daarom heb je die begrenzing dus ook nodig. Ja. In het geval van dit team ben ik daar op een gegeven moment weggegaan. Ja. En dan zeg ik niet dat je allemaal al ontslag moet nemen. maar wel, nou ja, ook als je hem gebruikt in een begrenzing, is hij wel belangrijk dat je ook weg kan. Precies. In ieder geval hoe je zelf die keuze hebt, de ruimte hebt om die keuze te maken. Van, ja. Oh, als het echt niet dient, en, ja, dan kan ik ook nog weg uit. Ja, ja, kan ik weg uit de situatie. Kan ik voor mezelf kiezen. Of in ieder geval voor de manier hoe ik in een professionele relatie. En dat betekent helemaal niet dat je voor altijd weg hoeft. Nee, je kan zeker ook niet. Gewoon zeggen van, hey, zoals jij me nu benadert, daar voel ik me niet lekker bij. Dus ik vind dat niet oké. Okay. Nee. Ga je daarmee door, dan ga ik weg. Nou. En dan kunnen we het morgen opnieuw proberen, maar niet nu. Mooi. Ja. Ja, daar heb ik al eens wat mee in het werk en ja. Best van hoop besproken. Ja, wat ik wel nog wel mooi vind om te benoemen is dat er zijn wel vaker mensen die zeggen van ja, maar ik hoef toch niet met al mijn gevoel naar buiten te komen. En of die zeggen eigenlijk nog meer van ja, mijn gevoel dat moet ik zelf oplossen. En daar zit ook wel wat in zoverre dat je je kan je gevoel inbrengen in de relatie. Het erkennen van het gevoel, zodat je hem als spiegel gebruikt voor de ander. Yeah. Zoals ik hem al eerder heb gedemonstreerd, van heb je in de gaten dat ik bang van je word, dat ik boos van je word. Dat wat jij doet, dat bij mij ook iets teweeg brengt. Dus dan gebruik je hem als bewustwording ook voor die ander. Tegelijkertijd is het ook zo, als je heel erg getriggerd wordt op bepaald gedrag, kun je ook zelf daarmee gaan uitzoeken van hé, wat wordt er nou bij mij geraakt? Zeker als je emotie eigenlijk veel te groot wordt voor de situatie, dan is het belangrijk om zelf te gaan onderzoeken en er zelf ook mee aan de slag te gaan. Weer even terug naar die binnenste cirkel en even daar kijken wat er gebeurt en wat er aangeraakt wordt. Wat wordt er nou geraakt? Wat wordt er nou getriggerd? Wat raak ik zelf wat in uit te zoeken? Ja. En die vind ik wel mooi, omdat maar het is niet of, maar het is en. En, ja. En inbrengen en ik kan er zelf wat in uitzoeken. Zo goed ik mogelijk. Ja. En als je dan kijkt hoe je als professional ook de kracht van kwetsbaarheid kan gebruiken, is hij, of zeker ook als trainer, is hij eigenlijk tweeledig. Omdat je en dus je eigen ervaringen en ook waar je vandaan komt, of, kan inbrengen in een training, omdat je wat teweeg wil brengen. En dan is het dus weer belangrijk dat je die ervaring zelf hebt geheeld. Doorgewerkt hebt, zodat je hem daar vrij kan. Precies, van de overdracht in kan brengen. Ja, ja. En daarmee de groep kan openen of iets kan. Of een bepaald thema kan openen. En tegelijkertijd kun je hem dus ook nog gebruiken door in het moment, eigenlijk zoals jij me ook vertelde van je training, dat je in het moment merkt van, ik ga hier de verkeerde kant op. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Nee, er gebeurt hier iets eigenlijk in de onderstroom. Er gebeurt hier iets op een ander niveau. En dat kan ik ook inbrengen. Mooi, dan heb je twee keer zo'n keuzemoment en een moment van bewustwording, waarin je ruimte voor een herbesluit kan gaan maken. Ja. Ja. En kan beslissen voor verbinding of juist voor veilige grenzen wat niet wat dient in de situatie. Ja. Wauw. Nou. Nou. Dan denk ik dat al een beetje zo naar de afronding van het gesprek gaan. Ja. En als ik dat dan zo samenvat, wat ik daar dan van meeneem, is het toch dat, dat model eigenlijk dus dat we zowel persoonlijk als professioneel eigenlijk zoeken naar die balans tussen onkwetsbaar, en dat is die muur, en te kwetsbaar, en open, en zeker als je dingen nog niet hebt doorgewerkt, want dan komt die niet handig in de ontmoeting. Ja. Maar juist eigenlijk door het stapgewijs dingen
Ja, mee te nemen dat alles er mag zijn, dat je dan in dat midden uit kan komen, wat jij zo mooi noemt, krachtig kwetsbaar zijn. Ja. En die ik dan ervaar als een natuurlijke beweging, dat daar eigenlijk ik contact maak met mijn eigenheid en mijn authenticiteit, en die Ja. eigenlijk in een natuurlijke beweging in mijn Ja. ontmoeting kan brengen. Ja, dat is wel heel mooi dat je die er nog aan toevoegt. Want daar gaat het eigenlijk echt om dat je echt kan zijn. En dat je en vanuit echtheid in de verbinding kan met de ander. Ja, want dat is inderdaad de grootste winst inderdaad, inderdaad, dat Ja. we die ook nog even benoemen. De grootste winst voor waarom zou je, wat brengt het je om kwetsbaar te zijn? Ja, dus die authenticiteit, die Ja. echtheid en daar eigenlijk dus gezien worden en gehoord worden voor wie je bent. Ja. En dan juist samen dan ja, echt een mooie, rijke ervaring maken van de ontmoeting. Ja. Zo heb ik dit gesprek Mooi. in ieder geval ervaren. Ja, mooi. Ja, Dankjewel, Maaike. dankjewel. En dan, nou, dan richt ik me ook nog heel even tot de kijkers. Ja, ook belangrijk. Dank jullie wel voor het, ja, het kijken naar deze podcast Professionals in Dialoog. Nou, heb je een vraag, een opmerking? Wil je wat delen, voel je vrij om dat in de opmerkingen onder de post te plaatsen. Wil je in contact komen met Maaike Lintzen van Soulplay? www.soulplay.nl Ja. of bij Marcel van Isewi. Nou, van harte welkom om contact te maken. Dank je wel voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Tot Daag! ziens.